voor mij is dat heel duidelijk. Verkeer en alcohol gaan niet samen. We moeten gaan naar een 0,2% nultolerantie voor alcohol en verkeer. En dan gaat dat niet over een discussie over een moncherieke eten of niet, of een praline met een beetje liqueur eten of niet. Dat is niet de discussie. Dat wordt ook daar niet door gevat. Dus nultolerantie ja, maar wel in de juiste volgorde. We moeten het maatschappelijk draagvlak aangrijpen. Het is er om nultolerantie te doen. En maak er dan geen spelletje van tussen jongeren en anderen. Het mag geen culpabiliserende maatregel worden van enkel de jongeren worden getroffen door die nultolerantie. Maak daar een maatregel van voor iedereen en zeg gewoon van oké, alcohol en verkeer gaan niet samen voor iedereen. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.